Dat is heel mooi. Hele andere muziek, hè? Ja. Is heel anders dan die van mij natuurlijk, hè? Dames en heren, we zitten bij Sis Baviaan. Jij bent... DJ Sis de Baviaan, alias de Sultan of Swing en de Mystery Guest. Waarom heb jij dan die masker op van de Baviaan? Als je voorstander bent van Willem de Eerste... Die zei van, je mag niet oordelen over iemand anders zijn geloof, waar ik het helemaal mee eens ben. En mensen zoals Gandhi, Martin Luther King, dan word je afgemaakt, joh. En daarom wil ik een beetje anoniem blijven. Hoe ben jij DJ geworden? Ik ben geboren in België, uit een zigeunerfamilie op een kamp. En met mijn vader ben ik toen s'nachts een keer met mijn moeder ook uit geweest. En dan hadden ze een oude man, mijn leeftijd nu, en die noemden ze de Dove, DJ de Dove. Maar die man had smaak. En daar heb je je vak mee geleerd, ja, zeg maar. Hij zei ook een keer, moet kijken wie er in de zaal zit, Sis. En dan moet je gaan draaien. En je moet voor iedereen een beetje draaien. Dat is 6000 mogelijk. Je hebt echt heel veel muziek, hè, zie ik. Heel veel. En wat voor taal is dit? Dat weet ik even niet, hoor. Oh, dit is zigeunertaal. Zigeunertaal. Begreep ook dat je gedemonstreerd hebt? Ja, dat was in mijn jeugd. Ik vond dat er cultureel te weinig gebeurde. En ik ben mee gaan demonstreren voor de behoud van het oude AQ, het oude Tivoli. En hoe hebben jullie dat opgezet? Gekraakt dus, want er gebeurde in die tijd niks. De oude Tivoli, ik praat over eind 70, daar was ze afgebrand. Ja, leuk, wij waren onze plek kwijt. Ja. Ik was een heel jong mannetje, ik was toen ook al DJ. Ik heb gedraaid voor de oude prinsessen. Wist je dat? Nee, dat wist ik niet. Lepelenburg, dat is de oude Tivoli-park, hè? Ja. Daarboven, ja, heb je een kasteel van het Oranjehuis, waar de prinsessen gestudeerd, ja, hebben. Die kwamen zelfs bij ons dansen. Niet Beatrix, maar wel die twee anderen. Nou, dat is toch iemand van de koninklijke, ja, familie, ja, toch? Ja. En daarom, je mocht ook niet binnen zonder stropdas. Okay. Iedere man moest een stropdas op. Ja. En als je hem niet bij had, kon je althans eentje huren. Maar je moest hem wel om. En dat demonstreren van jou, hè? Heb je daar het gevoel gehad dat je iets bereikt hebt? Ja, toen die tijd wel, want we hebben Tivoli AQ toen kunnen behouden. Om onze activiteiten te kunnen blijven doen en hem aan te dwingen om ons te huren. En zodat wij met bouwvakkers het zoetje verbouwen, dat helpt ook tegen de leegstand en tegen de verkrotting. Je hebt verschillende muzieksoorten. Je hebt het hard rock, het felle. Ja, het beroerde is, mensen luisteren niet meer naar teksten. Nee. Al de muzikanten die ik draai, overigens, zijn op hun manier een vechter voor de vrede. En dat laatste ben ik ook.